Nou, we zitten weer in de auto. We zijn onderweg. Ja, welkom, welkom, beste luisteraar en kijker. Beste luisteraar en kijkers, dit is Ga Maar Rijden. Nee, dit is niet Ga Maar Rijden. Dit is Ga Maar Kijken. Dit is Ga Maar Kijken, ja. We zijn al aan het kijken. Ja, we zijn al aan het rijden. Maar ja. Eigenlijk is het Ga Maar Gekeken. Ja. Ja, ging maar kijken. Je maakt het te ingewikkeld. Ging maar kijken. Ja, zal ik jullie iets vertellen? We hebben het al gezien. Weet je waarom we deze podcast nu aan het opnemen zijn? Ja? Wil jij dat de kijkers vertellen? Waarom zijn we nu weer een podcast aan het opnemen? Omdat we onderweg waren naar België en ik halverwege erachter kwam dat mijn ID nog thuis lag. Ja, dus nu gaan we weer terug. Vanaf Breda helemaal richting Amsterdam. Ja. Nou. Mooi. Mooi. Ja, echt zin in. En toen dacht ik ineens... Boulevard. Toen dacht ik, ja, boulevard, ja, ja. Ja, dat denkt iedereen op de A27 aan boulevard. Ja, toen moest ik ineens denken aan boulevard. Toen dacht ik, ja, nee, dat lijkt me wel leuk. Ja, welkom bij deze tweede aflevering van de Ga Maar Kijken podcast. Leuk dat jullie weer kijken / luisteren. Aan onze kijkers op YouTube, leuk dat jullie er weer zijn. Vergeet vooral niet even een duimpje omhoog te geven, te abonneren en even een reactie achter te laten. Tenzij je dat al hebt gedaan natuurlijk. Tenzij je dat al hebt gedaan natuurlijk. En mocht je nou kijken of luisteren via Spotify of de andere streamen. We hopen dat we daarop staan. Leuk dat jullie weer luisteren. Laat ook even een review achter als dat kan op de streams die waar je naar luistert. En je luistert naar de Ga Maar Kijken podcast. De enige podcast, nou ja de enige, de leukste podcast... Die gaat over televisieprogramma's en YouTube-programma's en onze mening daarover. Ja. Nou, Joy. Onze compleet objectieve mening. Nou, Joy, wij gaan het hebben over boulevard. Wij gaan het hebben over boulevard. Hoe lang kijk jij al naar boulevard? RTL boulevard. RTL boulevard. Hè. We moeten natuurlijk wel officieel blijven. Ja, RTL boulevard. Nou ja, al... hoe lang zal de laatste nu leven? 20 of 25 jaar? Ik ga het gelijk het even. 20 jaar. Ik ga het gelijk eventjes. Ja, lekker voorbereid dan. Ja, je hebt het weer niet goed voorbereid. Nou ja, voor de mensen die nu kijken, / luisteren en denken: wat is eigenlijk boulevard? Want dat hebben we in de eerste aflevering. Hebben we helemaal niet een introductie gegeven over het onderwerp waar we het over gaan bespreken. Nee, we gaan er maar vanuit dat je het gewoon kent. Hè? We gaan er vanuit dat je het niet kent. Maar mocht je RTL Boulevard niet kennen, ik heb even Wikipedia erbij gepakt. En RTL Boulevard, daar staat een knop op de beschrijving. Oh, handig. RTL Boulevard is een televisieprogramma uit Nederland. Dankjewel. Nee, RTL Boulevard is een Nederlands televisieprogramma dat sinds 3 september 2001 dagelijks rechtstreeks op RTL 4 wordt uitgezonden. Ja, ja. En is opgezet als het televisie-equivalent van een boulevardblad. En dat is een boulevardblad en een programma boulevard. Dat is een programma waarin afwisselende onderwerpen en reportages elkaar in een hoog tempo op met thema's als amusement, misdaad, koningshuis en levensstijl. Opvolgen. Dus het is eigenlijk een programma. Eigenlijk is het een beetje een roddelprogramma wat ook over actualiteiten gaat. Ja, precies. Ja. Nou, ja. Dat doen ze dus al 20 jaar. Al het laatste 2001. Jubileum gevoerd. Ja, ja, jij kan goed rekenen, gelukkig. Ja. Ja. Nee, maar ze hebben een jubileum recent gehad. Ja, dat klopt. Daarna allemaal een beetje teruggekeken op de afgelopen 20 jaar. Want om eerlijk te zijn, ik ken het programma wel vanaf het begin, maar ik kijk het programma pas actief eigenlijk de laatste vijf jaar, denk ik. Ja, is het zo? Nou ja, het is natuurlijk wel zo'n programma. Kijk, ik denk dat heel veel generatiegenoten van ons dat wel herkennen. Wij zijn allebei net iets eind 20. Wat ik ook erg vind om te zeggen, maar goed. Ja, erg, hè? Wij zijn eind 20 en ik kan me vooral het programma herinneren als zo'n programma dat mijn ma vooral aan het kijken was wanneer ze aan het koken was. Aan het koken? Of, ik denk wel heel stereotyperend. Nou ja, vaak was mijn ma aan het koken. Ook al kan mijn vader beter koken dan mijn ma. Nee hoor, we love you. Ja, dan nog best wel laat aan het eten dan. Nou ja, laat. Als jullie half zeven begon het al. Ja, maar wij aten ook altijd laat. Ah ja. Wij aten altijd na zevenen pas. Ja, niet zoals andere Nederlanders om 6 uur. Nee. Nee, wij aten nooit om 6 uur. Ik doe nu nog steeds.
Ja. Mag dat nog? Nee, ik doe nu alsof ik geschokt ben, maar ja, ik ben er gewoon bij geweest. Ja, dus dat is onzin. Dat is onzin. Maar Boulevard stond altijd aan en ik dacht altijd, wat is dit voor stom programma? Maar toch keek ik stiekem mee. Ja, dat en vond iedereen. Ik het stiekem toch leuk. Stiekem, hè? Stiekem. Ja, en jij? Hoe zat het bij jou dan? Was het ook voor jou een natte haartjes op de bank programma? Nou, nee. Maar bij ons stond het eigenlijk ook, heeft het heel lang niet opgestaan, zeg maar. Oh. En eerlijk gezegd vind ik het ook pas de laatste jaren pas echt interessant om naar te kijken. Niet waarom, elke uitzending. Waarom de laatste jaren? Ja, omdat ze het format hebben veranderd, enigszins, zeg maar. Ja. Zijn van nou ja, de gezellige roddeldesk, ja. Wat het wel natuurlijk een beetje was. Ja, met Albert Verlinde. Met Albert Verlinde. En dan niets persoonlijks tegen Albert Verlinde, maar dat nou, is wel... ik vind hem gewoon niet leuk. Nee, ik vind hem gewoon niet leuk. Ja, dat kan. Nee, maar nou, ik denk... Nou, weet je wat het is? Ik denk dat... Dat was een programma aan zich. Ja. Maar zonder hem, dus daar kun je ook wel wat van zeggen. Maar dan is het een heel ander soort programma. Ja. En die insteek hebben ze op een gegeven moment ook gekozen toen hij vertrok. Van nou, dan we gaan er een heel nieuw heel format van maken. Ja. Nieuwe presentatoren deels. Vaker wisselingen in de presentatoren. Ja. Meer gericht ook op het internet. Dus door bijvoorbeeld wat... Ja, maar dat komt door Luc Ikink. Doet dan inderdaad. Die ze van... Van Humberto hebben geplukt. Ja, ja, maar daar deed hij dat ook. Luc Ikink is zeker, gewoon een social media man. Zeker, precies. Maar dat is wel wat het ook deels verjongd heeft. Wat het ervoor gezorgd heeft dat het ja, interessant is. Ja, het programma is inderdaad verjongd. Er staan nu natuurlijk ook wat jongere mensen achter de desk. Ja, dat helpt. Maar goed, als je ook kijkt naar het eerste seizoen van Boulevard. Met Albert Verlinde, Bo van Everdorff. Diverse anderen. Nee, die andere meneer die nu de baas bij RTL is. Oh, Peter van der Vorst. Ja, Peter van der Vorst. Ik was Peter zijn naam, van der Vorst, zijn naam we love you. Ja, we love you, Peter van der Vorst. Misschien een keer bellen. We love you. Ja. Nee, maar dat was natuurlijk het eerste panel, hè? Bo van Ervedorens en Albert Verlinde en Peter van der Vorst. Doe je dat nu ook? Als je die naam voorbij hoort komen. Even voor de luisteraars, ik deed elke keer een hartje symbool wanneer ik Peter van der Vorst zei, want we love you. Dat je het even weet. Dat je het even weet, bellen mag altijd. Bellen mag altijd, ja. Nee, weet je, ik vind het gewoon een ontzettend sympathieke man. Hij heeft ook echt een kwal. Hey, hun waren natuurlijk het eerste panel en in 2001, ik weet niet hoe oud hun alle drie zijn, maar ze zijn allebei toch wel van middelbare leeftijd inmiddels. Ja, ja, nou ja, zeker. De 20 jaar geleden waren zij 30. Klopt. Dus het was toen ook al een jong programma. Ja, ja. Met jonge presentatoren. Dus wat je net zei was onzin. Nee, ja, voor die tijd. Maar ik heb niks over leeftijden gezegd. Nee, ik heb meer de insteek van het programma, meer nee, ik heb wel het idee dat het eerst wat meer over echt die roddeljournalistiek ging. Ja, dus wat de story zei bijvoorbeeld. Ging het vaak over. Weet je, dat ging altijd over Gordon. Het gaat nog steeds best wel vaak over Gordon. Dan vindt hij niet altijd even leuk. Nee, maar ja, daar kiest hij voor. Gordon, dat zou ik niet zo hard roepen. Gordon, maar, we love you. Ja. Bel ook maar. Mag ook bellen. We zijn er helemaal uit. Nee, maar even terugkomend op Boulevard. Ja, kijk, weet je, in dat eerste seizoen heb ik het idee dat het zich wat meer profileerde zoals shownieuws. Ja, of als ja. Hart van Nederland misschien wat meer. Ja. Eigenlijk, want Hart van Nederland is eigenlijk Boulevard, maar dan ghetto. Nou vind Hart van Nederland. Nou ja, dat is op SBS6. En SBS6 is van John de Mol. John de Mol, we love you. John de Mol, we love you. Nee, maar... Hart voor Nederland gaat natuurlijk over de gewone mens. Ja, Boulevard niet. Boulevard gaat niet over de gewone mens. Boulevard gaat juist over een beetje de high class. Ja, nou ja, de mensen die... die ertoe doen, die er gezien die, hebben. Die ertoe doen, nou ja. Die iedereen gezien doet worden. Toe, maar de inderdaad de bekendere mensen. En, ja, nou, gewoon de mensen die ertoe doen, zoals ik het zeg. Ja, jij niet. Nee. Daarom zit ik niet in Boulevard. Nee, daar zit je niet in Boulevard. Nee, maar dus dat is wel iets, dat is natuurlijk wel iets anders. Maar je hebt bijvoorbeeld met shownieuws, veel presentatoren die dat hebben gedaan, die zitten nu in Boulevard of hebben erin gezeten. Of daar heeft,
Nou, Albert Verlinde zit bijvoorbeeld nu bij Shownieuws. Ja, omdat hij naar SBS is gegaan. Ja. Dat is de plek waar mensen doodgaan. Ja. Maar ja, ze zitten natuurlijk bij om het format nu een beetje weer te redden. Maar, ja, klopt. Nee, maar ik met Boulevard vond ik die verjonging fijn. En Bo heeft het natuurlijk ook nog heel lang gedaan. Ja, op zich, dat decor is natuurlijk ook in de afgelopen jaren ook natuurlijk vernieuwd. Want eerst was het natuurlijk echt in de studio. Ja. En had het ook echt een beetje zo'n televisie-achtige uitstraling. Ja, het was inderdaad donker. Zo'n donkere studio. En als je kijkt naar de latere jaren, toen gingen ze uiteindelijk naar Amsterdam. Nou, dat maakte het echt wat dynamischer, vond zeker. Ik. Omdat je natuurlijk ook dat Amsterdam gevoel had, maar dat paste ook helemaal bij het concept Boulevard. Zeker. Waarin ze het over die high class mensen hebben. Maar terwijl je wel gewoon midden in de maatschappij staat en niet weer in een studio. Ja. En dat je wel gewoon, ze gingen ook wel eens, aan het begin deden ze dat vooral, dat ze wel zelfs naar buiten gingen. Ja. Omdat ze dan een item hadden of dan kwam er iemand langs of zo en dan stonden ze even buiten om wat mensen te vragen. Ja, dat lieten ze Bo vaak doen. Ja, dat lieten ze Bo vaak doen, weet je wel. Dat soort dingen sowieso leuk volgens mij, maar dat was wel, dat maakte het heel dynamisch en dat maakte het zo, en het is ook leuk dat je dan langs het Leidseplein kon lopen. Dacht van, oh ja, ik heb wel eens op die tijd, liepen we daar wel eens langs en dan zag je de rug van een van de presentatoren toen staan. Dus ja, klopt. Dus je had wat meer een benaderbaar gevoel. Het was benaderbaarder, precies. Ja. Precies. Laat ik het zo zeggen. Ze hebben het natuurlijk nog steeds over BN'ers, over wereldsterren. Maar ook het is door wel die minder een rolprogramma geworden. Ja, en maar dus ook het gaat nu wel wat meer over de actualiteit. Klopt. Maar wel op een hele luchtige manier. Ja. En dat is nou wel gelijk hetgene wat ik eerst leuker vond aan Boulevard. Mm. Ik heb het een paar jaar heb ik het inderdaad echt wat vaker gekeken. Ja. En vond ik het ook wel leuk, omdat er ook nog wel een soort spontaniteit in zat. Maar ik heb nu de laatste paar maanden heb ik een beetje het gevoel alsof het allemaal één geoliede machine is. Ja. Jij niet? Ja. Nee, ja. Ik mis gewoon één figuur erin om de chaos erin te brengen. Ja, Peter natuurlijk. Dus dat mis je nu wel. Maar wat de verandering is dat er vooral nu qua presentatie voelt het nu meer aan als mensen die ons begrijpen. Ja. Die dus staan van groots nieuws naar de gewone man toe brengen. Nou, mensen rijden zo langzaam hier. Maar dat idee, zeg maar. En eerst was het toch een beetje voelde je heel veel afstand. Albert Verlinde, al die presentatoren die er toen waren in zo'n studio, niet heel apart dicht bij van de maatschappij. Nee. Albert Verlinde is natuurlijk niet iemand die naast je zou kunnen wonen. Nee, die kan niet zomaar naast je wonen. Ja, in principe niet. Nee, van Erven Dorens ook niet. Nee. Peter van der Vorst misschien moet, wel. Ja, misschien moet je een grachtenpand hebben. Dan misschien. Dan misschien wel, maar goed. Hij zou niet in een normale wijk in Almere, zou Peter van der Vorst niet wonen. Nee, nou ja, ik weet niet. Misschien woont hij wel in een grote villa-wijk in Almere, dat kan natuurlijk wel. Ja, klopt. Maar dat weet ik niet. Maar dat weet je, dus dat hielp, zeg maar, dat ze in elk geval je het gevoel gaven van, nou ja, wij kijken er ook maar naar en denken van, wat is dit allemaal, weet je. Ja, maar klopt. Maar ik op zich, de mensen die er nu staan, dat zijn natuurlijk wel mensen die ook veel van die ook op social media wel heel erg actief zijn. Behalve Mark van der Linde dan. Ja, maar hij is nog wel een beetje van die oude stem. Maar ik snap eigenlijk eerlijk gezegd niet waarom hij er nog in zit. En dat begrijp ik, qua expertise begrijp ik het wel. Ja, hij begrijp ik heel goed. Koningshuis. Dat is ook belangrijk. Alleen, ik zeg maar, op een gegeven moment is het ook een keer klaar. En dan mag je ook wel een keer vernieuwen. En die man komt af en toe gewoon zo moeilijk uit zijn woorden nog. En dan denk ik van, nou ja, we hebben heel veel vernieuwd, maar waarom is hij niet vernieuwd? Ja, ik heb op een gegeven moment niks persoonlijks heb je tegen, media's, maar ik denk deskundige van, erbij gekregen. Waarom ga je niet verder? Ik weet zijn naam even niet meer. Die mediadeskundige die er nu steeds zit. Die mediadeskundige, die van de Telegraaf. Ja, die er tegenwoordig ook altijd zit. Oh ja. Maar die zit nooit achter de desk. Die zit altijd op een stoel ernaast. Hij staat nooit achter de desk. Jawel.
hoeveel ja, items soms, af en toe. Wanneer hij het erover heeft. Maar ik vind nu... Dat is het nu, idee. Ik heb wel zoiets van... Kijk, nu, Peter R. de Vries die is er natuurlijk nu niet meer. Ja. Ik denk van laat John van de Heuvel daar dan staan. Ja, die staat er toch vaak genoeg. Maar, ja, maar die rol die heeft... Dat, kijk, het is as we speak. Mm-hmm. Nu we dit opnemen is het natuurlijk nog niet heel lang geleden... Is dat verschrikkelijke moord op Peter R. de Vries geweest. Ja. Ik heb wel het idee... Want dat heb ik nu nog steeds wel een beetje als Boulevard krijgt. Dat heeft, kijkt, dat heeft wel echt zijn stempel gelegd op het programma. Zeker. Natuurlijk, ze zijn nu ook in een andere studio daardoor. Ja, ja ze doen nu alsof ze daar zijn. Ja. Weer op de oude plek met schermen en zo. Ja. Maar dat is niet zo. Nee, klopt. Maar op zich is het wel beter dan wat ze in die tussenperiode ja, dat hadden kon natuurlijk. Niet, die dat kon studio. Niet. Maar ja, ik snap natuurlijk wel dat ze daar een keuze in moesten maken. Jawel, ze konden niet meteen weer terug toen. Nee. Alleen ik had wel gehoopt en ik denk dat dat Peter de Vries dat ook had gewild. Dat ze uiteindelijk, wat je ook voor maatregelen moet nemen, weer terug zouden gaan naar de oude studio. Misschien doen ze dat wel weer ooit, maar ik vind het dat ook wel sterker. En dat, ja. Weet je, ook dat past ook beter bij de levensinstelling die Peter had. Ja, dat klopt inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vond ook die specials die ze hadden gemaakt, vond ik ook wel mooi. Ja, dat is heel Peter mooi aangepakt. Maar ze hadden echt 3 uitzendingen of zo over gemaakt. Ja. Ja, maar dat vond ik wel mooi, want het is natuurlijk wel hun collega die vermoord is. Zeker. Dus ik kan me voorstellen dat zij zich natuurlijk er ook enigszins een beetje verantwoordelijk voor voelen. Ja, voor wat ja, er is gebeurd, wat zijn ze niet, maar zijn maar ze is natuurlijk wel, maar ik snap wel dat je daar... Ik snap wel dat je... Ik snap dat gevoel, snap ik wel. Ja, maar... Ja, maar ja, kijk, als je kijkt naar het programma door de jaren heen... is er eigenlijk niet superveel veranderd. Behalve dan de presentatoren. En elke presentator heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Ja. Wat ik dan weer niet helemaal snap van de presentatoren die er hebben gestaan... is dat ze ooit Gordon erin hebben gezet. Want het gaat vaak over Gordon. Ja. Maar dan zet je hem daar neer. Dat vind ik een rare keuze. Ja, maar dat is wel sowieso met dat programma. Want dat hij is toe... niet echt een roddeltante. Ja, nee, wel. Hij zeikt wel altijd mensen af. Hij heeft voor de helft van de mediaredditjes gezorgd. Jawel, maar dan moet je hem daar toch niet neerzetten. Dan moet je het over hem hebben. Nou ja, je wil kijkcijfers. En het werkt wel voor een tijdje alleen. Hij wilde zelf niet meer. Ook om die reden, zeg maar. Nee, inderdaad. Nou ja, Boulevard is natuurlijk een programma dat altijd wel over de actualiteit gaat en daarom ook met zijn tijd meegaat. En je ziet nu ook de laatste paar, of de laatste tijd, dat ze nu ook heel erg actief zijn met het internet. Met social media natuurlijk, maar ook met hun eigen app. En daar kan ik me soms wel een beetje aan irriteren. Dan maken ze je lekker over een of ander onderwerp. Ja, ja, en dan zegt ze, ja, daar kunt u dan over lezen op onze app. Ja, ja. Maar ik wil niet op de app. Ik zit hier nu naar te kijken. Dat is goed recht om die app te promoten. Het is alleen echt stront irritant. Omdat Boulevard is natuurlijk... Met die Boulevard is geen app. Nee. Dat is een tv-programma. Ja, inderdaad. Dus ik begrijp dat je dan mensen zo'n app wil opdringen, maar... Mensen kijken geen televisie om een app te nemen of om de krant te lezen alsnog. Nee, dus dat moeten ze denk ik niet meer zo doen. Maar ze willen natuurlijk je gegevens. Ja, natuurlijk. Want als je naar die app gaat, dan krijgen zij natuurlijk allerlei gegevens. Dat is hartstikke commercieel natuurlijk. Toch denk ik wel dat boven Erwin Doorns betreft dat hij best wel in het panel had kunnen blijven. Ja, maar hij is ook heel lang nog doorgegaan in dat nieuwe format. Ja. Alleen hij had het te druk op een gegeven moment en hij kreeg natuurlijk zijn eigen talkshow. Ja. Bo. En daar is toen natuurlijk meer, daar moest natuurlijk heel veel aandacht naartoe, wat logisch is. En dan kun je niet, je kunt niet alles doen. Nee, dus, nee, dat is ook wel zo. Maar toch denk ik dat hij best wel, ik vond hem wel leuk of ja. zo. Ja. Ondanks dat hij, want het is, dat vind ik van boven Erwin Doorns en daar zouden we ook best wel een keer een andere aflevering over kunnen maken. Ik vind Bo van Erwin Doorns, hij komt over als zo'n BN'er die niet leuk is. Ja, wel kakker. Als een hele, maar hij is eigenlijk best wel leuk.
Zeker, zeker. Ja, hij is eigenlijk best leuk. Nou, hij is gewoon zichzelf. En hij gaat dan ook niet doen van, nou, ik moet me anders gedragen om maar leuk gevonden te worden. Nee, hij is gewoon zichzelf. Ja, hij doet eer aan zijn imago, aan een bepaald imago aan. Dat is prima. Ja, en dat vind ik dan wel weer leuk bij Boulevard. Want kijk, laten we eerlijk zijn. Heel vaak gaat het bij Boulevard. Die onderwerpen, dat zijn dan vaak wel een beetje van die dingen dat je denkt, ja, lekker belangrijk. Maar dat is precies, dan heb je als je bouw en dan die staat er dan. En dat en die, wordt ook vaak al gequote van, dan zeg je, ja, waar gaat het eigenlijk over, jongens? Want het is, ja. Dat is, ja. Ja, en dat vond ik bij Peter R. de Vries dus ook leuk. Want Die deed dat dus ook vaak. Die had ook vaak, wanneer het bijvoorbeeld over het Koningshuis of zo ging, hij zat er bij dat Songfestival. Toen zei hij, nou, wat jammer dat het niet doorgaat. Ja. Ja, maar hij vond het ook altijd jammer dat we het er niet nog langer over gingen hebben. Ja. Weet je, dat is leuk, omdat heel veel mensen die daar staan, die nemen het allemaal veel te serieus wat ze aan het vertellen zijn. En al die onderwerpen en over Sylvie Meis en al, weet je, dat is allemaal zo belangrijk. En dan denk je van, ja, maar dat is het helemaal niet. Nee, dat is helemaal precies niet belangrijk. En het is dan leuk af en toe als er iemand tegenaan trapt, om dat gevoel dat een groot deel van de kijkers ook heeft, even te bevestigen van, ja, wat een onzin eigenlijk. Ja, nee, precies. En wat ik ook altijd wel geinig vind bij Boulevard, zijn die, als ze dan van onderwerp gaan wisselen, die teksten die eronder staan. Dat zijn altijd van, woordgrappen. Ja, heel veel van die stomme woordgrappen noemen ze er altijd in. Het is ook maar net hoeveel energie ik nog heb, of ik het leuk vind of niet. Ja, precies. Maar het ligt er ook wel een beetje aan waar het over gaat natuurlijk. Ja. Ik heb even een lijstje erbij gepakt met speciale afleveringen die ze hebben gemaakt. Ik heb ze niet allemaal gezien. Het zijn er ook niet superveel. Ja. Maar ik zal ze even opnoemen en dan ga ik even kijken of er bij jou een lampje gaat branden. Ja, eerste speciale aflevering. Dat was Britney for the Record. Nee. Nee, gaat bij mij ook geen lampje branden. Nee, ja, ik weet dat er nu allemaal gebeurt, maar ik neem aan dat dit een oude... dat is in 2008, 3 december 2008. Dat is alweer begin, even geleden, zeg maar. Natuurlijk. Ja. Nou ja, begin. Begin van de ellende bedoel ik. Ja, wel. Begin van de ellende inderdaad. Ik zit even te kijken. Een das van mijn neus, joh. Nou ja, Peter R. de Vries is natuurlijk al eerder ook het onderwerp geweest van Boulevard. Dat was die aflevering over het telefoongesprek van Willem Holleden. Oh ja, ja, ja. Waarin hij natuurlijk die tapes liet horen. Die uitzending kan ik me nog wel vaag herinneren. Ja, ja. En daar is toen ook wel heel veel kritiek natuurlijk ook over geweest, hè? Over dat ze dat hadden gedaan. Was daar kritiek over? Ja, nou ja, kijk, Holleder zelf vond het natuurlijk niet leuk, omdat hij ergens verraden natuurlijk werd door Peter R. de Vries. Ja. Maar ja, vanuit de media, nou ja, ik ben daar dan wel altijd wel weer wat voorzichtig ergens in. Omdat ik altijd zoiets heb van, ja, die media die huilt dan altijd over dit soort dingen van, ja, moet je dit wel doen en weet ik het allemaal. Terwijl ze zelf dolgraag ook hadden gewild dat ze het bij hen hadden gedaan. Ja, ja. Ze willen natuurlijk allemaal die scoop. Dus daar ben ik altijd dan wel wat voor voorzichtiger in. Maar ik heb wel het idee dat die uitzending van Boulevard, dat die wel voor veel mensen een eye-opener was dat Willem Holleder geen knuffelcrimineel is. Nee, dat veranderde daarna wel. Mensen die met hem op de foto gingen en zo. En gewoon lekker met hem wat gingen drinken. Ja, precies. Inderdaad, ik snap niet wie dat doet. Nee, hè? Dat snap jij niet. Ja, dat was in 2019. Kijk, en Peter R. de Vries die kwam toen daardoor in opspraak. Omdat die telefoongesprekken waren natuurlijk privé. Ja. Er waren geheim tussen Willem Holleder en Peter R. de Vries. Maar ja, ze waren natuurlijk al gebrouilleerd geraakt. Nou ja, je kan je sowieso afvragen hoe goede band Peter R. de Vries met Holleder had. Ja. Maar of je überhaupt een goede band met Holleder kan hebben. Ja. Maar ja, voor mij hebben best wel veel mensen die aflevering gezien. Zeker, ik heb hem wel gezien destijds. Ja, ik ook. Ja. Ik kan het eventjes weer even goed aan het licht van met wat voor persoon je dan te maken hebt. Ja.
Ja, nee, precies. Waren er nog meer specials? Zo. Nou ja, dit was een flitslocatie. Ja, dat wordt een populaire flitslocatie. Ja, populaire flitslocatie, ja. Er zijn inderdaad meer specials geweest en daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Dat zijn de Peter R. de Vries specials die er zijn geweest. Nee, maar er zijn ook wel meer. Er zijn ook wel eens optredens geweest van mensen dat ze dan een special deden dat er een of andere artiest kan optreden of zo. Ja, Jan Smit zie ik hier staan. Jan Smit. Dat was de eerste special. Nou, spetterend. Nou ja, er waren wel 960.000 kijkers. Ja, ik Goede niet. Tijden, slechte tijden hebben ze een special over gedaan. 4 maart 2009, Sterrensoap. Kan ik me ook niet herinneren. Idols. Frans Bauer. Frans Bauer. Ja, Paul de Leeuw. Nou ja, special over Beatrix. Bedankt Beatrix. Oh ja. De Guus Meeuw special. Dan 25 jaar goede tijden, slechte tijden. Tuurlijk. De Holleder tape, aanslag Peter R. de Vries, overlijden Peter R. de Vries en uitvaart Peter R. de Vries. Ja, ja, ja. Wat is dit voor ding? Nou ja, ik... ja, we zien een heel raar ding. Een heel we zitten natuurlijk nog steeds in de auto, terwijl we dit programma aan het maken zijn. Ja, zij hebben natuurlijk ook nog een eigen prijs. De RTL Boulevard Awards die ze uitreiken. Ja, ik heb daar nog nooit van gehoord eigenlijk. Nou, ik heb daar wel van gehoord, maar niemand kijkt daar eigenlijk naar. Oh. En ik heb sowieso, weet je, met dat hele boulevard en daarmee wil ik deze aflevering ook tot een einde brengen. Wil je er weer een einde aan breien? Ja, Boulevard, het is een mooi programma. Als je even iets wil kijken zonder over na te denken. Ja, het is het wel zoveel mogelijk luchtig, zeg maar. Ja, weet je, gewoon tijdens het eten is het wel lachen om ernaar te kijken. Zeker. Ja, ja, het is ook niet iets waar je per se altijd helemaal voor gaat zitten. Sommige mensen wel. Moet die lekker weten. Ja, ik kijk altijd met een half oog naar terwijl ik op mijn telefoon zit. Ja, je doet ondertussen andere dingen. Je bent aan het koken, je bent aan het eten, je bent misschien iets aan het lezen. Maar dat is leuk voor in de achtergrond. Ja. En soms als ze dus inderdaad... iets interessants hebben wat je raakt, dan kun je daarop focussen. Ja, dat klopt. Dus, maar ik wil nog even kwijt dat ik het programma wel echt dus beter vind geworden door de veranderingen die er zijn geweest. Ja, ik ook. De vernieuwingen. Maar nou hoop ik inderdaad dat met het overlijden van Peter R. de Vries, dat uiteindelijk wel weer gekeken wordt naar hoe kunnen we het programma ook kritisch houden. Hoe kunnen we mensen hebben die niet alleen maar alleen over misdaad komen praten, zoals een John van de Heuvel. Nee, maar kijk, dat ook vind gewoon ik wel... iets zeggen wat niet alleen maar op te slijmen tegen de presentatie, maar gewoon... Ja, want dat vind ik inderdaad wel heel erg aan het programma. Ze zijn weinig kritisch op dingen. Ja. Dus als je dan bijvoorbeeld die Mark van der Linden, die zegt alleen maar leuke dingen over dat Koningshuis. Maar er is eigenlijk niemand die echt een kritische noot daarbij legt. Ja, dat deed Peter R. de Vries, maar die daarom, is dood. Nee, maar dan moet je wel iemand hebben. Ja. Ze hebben af en toe Maxime Hartman nodig, ze af en toe uit. Ja. Nou, dat is op zich dan nog wel grappig, zeg maar. Maar ja, die is dan natuurlijk een watje in vergelijking met Peter R. de Vries. Ja, maar iedereen is een watje in vergelijking met Peter R. de Vries. Ja, dat zeker. Behalve Kees van der Spek. Nee, eigenlijk moet hij aan die desk gaan staan. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Dat zou echt fantastisch zijn. Ook al zou hij niet, zeg maar, bijvoorbeeld zo kritisch zijn over alles of weet je wat. Ja, ik vind hem altijd een beetje een soort Sint-Bernard hond. Ja, hij is gewoon een goedzak. Ja, weet je wel? Ik kan niks slechts over die man zeggen. Maar als je hem hebt genaaid, dan grijpt hij in je nek. Ja, Kees van der Spek grijpt je in je nek. Precies. Ja, ja. Dus als jullie ook vinden dat Kees van der Spek vaker in de boulevard moet komen, teken dan even de petitie die we niet hebben. Nee, maar laat het vooral ook even weten in de reacties als je vindt dat Kees van der Spek Joy in zijn nek moet grijpen. Ja, daar hebben we wel een leuke video. Nee, ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. We zijn aan het einde van de aflevering trouwens. Oh, ja. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken op YouTube. Vergeet vooral niet even een duimpje omhoog te laten, te abonneren en even een reactie achter te laten. Welk programma of YouTube-serie of YouTube-kanaal of YouTube, weet ik veel, waar we het over mogen hebben in de volgende aflevering van Ga Maar Kijken. Ja. Iedereen die geluisterd heeft op Spotify en op de andere streamingsdiensten, bedankt dat u weer geluisterd hebt. U, zeg ik zelfs. Zo. Want mensen die...
op streamingdiensten zitten. Die zijn ouder blijkbaar. Nee, bedankt dat je weer geluisterd hebt. Houd op zich. Geen GU. Nee. Nou, als je een review of wat dan ook kunt achterlaten, vergeet het vooral niet eventjes te doen. Ik zie en hoor jullie graag weer bij de volgende aflevering. Wij gaan eventjes jouw spullen halen. Ja, we zijn bijna weer bij je huis. We zijn weer bijna bij mijn huis. Nou, ik zie jullie de volgende keer. Doei. Oh, daar ligt mijn joypop.